Grill. Zullen we kijken naar deze nieuwe video? Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Black Ops 3. Het is een hele lange tijd geleden dat wij op Black Ops 3 zaten. Maar vandaag zitten we weer op Black Ops 3. Ik hoop dat jullie het weer een keer leuk vinden, Black Ops 3. En we zitten samen met Stefan. Hoi. Hoi. En ja, als je denkt van wie is deze debiel? Ja, nee, grapje. Daar livestream ik ook wel eens mee. Dus als jullie bij de livestream wel eens zijn. Nou, dat is Stefan dus. Hoi. En ja, wij gaan gewoon weer een lekker potje Black Ops 3 doen, want ik wou eigenlijk Fortnite opnemen. Maar de servers van Fortnite liggen er op dit moment keihard uit. Dus ja, wij dachten, we gaan nu gewoon lekker Black Ops 3 doen, want ja, dat vond ik leuk even om te doen. Dus ik dacht, dan ga ik ook lekker opnemen. Dus als jullie het leuk vinden, geef dan sowieso even een like. En ja, we gaan er gewoon een mooi potje van proberen te maken, hè Stefan? Ja, nou, laten we maar gewoon even een lekker potje gaan beginnen gewoon, want ja, moet niet gelijk, oké. Okay. Ja, gingen we aan de her en ja. Als je denkt, jongens, neem niet letterlijk wat Stefan allemaal zegt, want het is af en toe niet te geloven gewoon. Deze keer wel. Oké, okay, let's go, de eerste kill is in de pocket in deze video. En dat is mijn eerste dead binnen, want ja, die kerel had gewoon één grote dikke zuignap op zijn hoofd. Ja, zo, Ik ben gezogen. Oh, echt waar? Waar zit die lampion? Oh, daar. Zo, deze lampion is dood. Kan met mijn woorden naar apen. Oh nee, oh nog een lampion. Oh, je bent niet. Oh god, hij ligt hier ook gewoon lekker op de vrachtwagen. Nee. Met zijn broodje kapak. Oh, die enemy is dood. Oh mijn god, jongens. Oh, onze grote stoeptegel is ook weer aanwezig, dames en heren. Wie is dat stoeptegel? Jouw hoofd. Zo, deze kerel werd even pittig hard gestuurd. In één keer gewoon. Vliegt in één keer twee schoten naar voren. Goh, jongens, iedereen maakt mijn kills. Kijk, helemaal niet leuk. Aan de kant. Au! Oh, iedereen komt via trein. Oh, niet scheef zijn. Nee. Oh mijn god, Floris. Oh mijn god, G. Jezus. Ja, VMP. Lekker peen met die VMP. Lekker pompen. Ja, jij gaat dit keer niet, hè, vriend? Oh mijn god. Dikkie. Waar staat hij nou? Jongens, help. Het was een peacekeeper. Ik wil peacekeeper! Ik heb jouw peacekeeper opgepakt, bro. Oh, hij is niet. Ja, nou. Wat heb je hier allemaal op staan op deze peacekeeper? Helemaal niks eigenlijk, want ik heb nog niet eens een goed level. Nee, je wordt even goed! Jongens, ja, dat. Ik heb de KVK, zoals jullie zien, ook al goud. Dus als jullie denken van, yo. Of diamond zelfs. Dus je denkt van, Floris, zo, dat doe je lekker, joh. Ja, I know. Nee, ga. Maar ik durf hier gewoon mijn hoofd er niet meer uit te steken, gewoon. Ja, jongens, ik weet niet waar ze zitten namelijk nou. We gaan even proberen te rekken met dit ding. Hoppa. Zullen we nog een camper hierachter? Nee. Stefan, ben je nou weer aan het campen? Hou je ballen. Teelballen van tante Gerda. Nee, grapje. Nee. Wat? Deze enemy die loopt gewoon pal langs mij. Oh mijn god, wat een dikke pluim. Jongens, kijk. Mijn peacekeeper, dat is mijn droomwapen om te krijgen in Black Ops 3, boys. En als ik dan... Ja, en ik krijg gewoon nooit de peacekeeper, jongens. Dus dan vind ik het helemaal niet leuk. Dus ja, jongens. Met de peacekeeper kan ik gewoon zo lekker gaan, weet je wel. Maar... Ja, ik krijg gewoon geen peacekeeper gewoon. En dat vind ik zo gay. Dus ja, vandaar. Ah, ja, jongen, Johnny de arm. Oh. En waar Stefan is gebleven, jongens, dat weten we ook niet. Drie mensen, jongens. Oké, okay, jongens, sorry dat ik even helemaal uit beeld was. Maar dit is gewoon pure downies. Oh mijn god, triple. Nee, dat kan niet, jongens.
We gaan erg slecht, jongens. Tweede potje. Hij zegt van doen gewoon nog een tweede potje, weet je wel. Dat is leuk. Okay. Ja, vind je dat goed? Nou jongens, dan doen we zo meteen nog een tweede potje erachterna. Oh, maar... Nee. Nee, niet dan... wil ik wel... Oh, nah. Dankjewel, teammates. Dan wil ik wel even iets beter gaan dan nu. Maar nu kom ik al... iets meer in. Uh-oh. En dan is een Talon... die staat te schieten op mensen. Je bent hartstikke hard geraakt. Maar deze dood. Ik ga in de BNP spelen. Die heb ik. Hier moeten ze een train. Oké, okay, let's go. Toch wel. Je hebt ghost. Oh nee, toch niet. Wat? Ja, eentje heeft volgens mij ghost. Ja. Dat dacht ik ook. In één keer, ik zag niemand bij de train. In één keer, boom, staat hij daar. Oh, dat is zo misleidelijk gewoon. Je vier is zo'n grote hint, maar als mensen een ghost aan hebben staan, hè? Even de vieze dikke banaantjes. Oh. Dus... oh. Ja. Ah, jongen, jongen, HMC, hou je bek dicht. Nou, dat vind ik hem niet leuk. Hoi, twee. Nee, nog één, hou je bek. Gestuurd. Oh, teammate, jongen. Hoe slecht kun je zo, die kwam er even aanglijden, jongen. Zo! Ja, jij was dat. En ik had jou... nee. Verwacht daar, maar jou had ik niet verwacht hier in de camphut. Zo, in de camphut, jongens, de camphut. Hallo daar, ik ben de camphut. Ik ben zo scheef, want ik was ingezoomd. Ja, dan kan ik ook even helemaal niks. Je was toch de... bijna dood. Ja, ik ben al 14 keer dood gegaan. Ja, maar het was een kop. Oh, wat ben je gay. Zo, nou. Nou, ik ga echt goed vandaag. Nou, het is ook weer lachen met de dikke pet op. Oh, die tuin loempia kabouter. Oh, ik heb hem ook nog zo. Ja, ik ben echt een loempia in de school. Wat? Ga er naar de achter! Jongens, ik zie jullie zo meteen in potje nummer 2. Kijk, dit is mijn score, 25 op 15. Hartstikke kak. En dit is een Gordon. Nou, dat is mij nog erger. Helemaal ruk. Nou, geweldig. Hij zat dus om mij te schieten en mijn teammate heeft hem juist gesaved. Dus let's go teammate. Maar jongens, wat hebben we dan gewonnen? Ja. Hey, ik zag gewoon lekker bovenaan. Jongens, ik zie jullie zo meteen in het tweede potje. Dus tot zo. Door elkaar. La la la. Door elkaar. En schudde maar. Nou jongens, dit is dus altijd wat wij doen voordat wij een video gaan opnemen. Hartstikke leuk. Stefan is lekker bezig. Maar jongens, ik zag net dat iets fout was gegaan in het vorige potje met het outro. Met de outro toen ik wou zeggen van we gaan naar het tweede potje. Dus ik hoop dat het nu weer is gefixt. Dus, maar dat was even Stefan. Gekke dingen. Ja, ja, Stefan, hartstikke leuk man. Hartstikke mooi. Ja, ben ik ook. Hartstikke mooi. Maar sorry dat stukje even niet goed was gegaan. Maar we zijn in ieder geval in een tweede potje en daar gaat het om, weet je wel. Dus Hey, waar is iedereen hier? Bij mij. Ja, mijn belofte was, hè, om beter te gaan. Ja, ik weet dat ik zat te campen, jongens. En daar zijn mijn teammates en daar ben ik heel blij mee. Alsjeblieft, teammate. Alsjeblieft, als ze deed. Wat? Oh, joh. Hou je de ballen wij? Oh, hij kan altijd zo rot om die komt uitsnijden. Hou je bij? Ik heb een UV erin gepompt. Die ultimate, oh, wat sexy. Nee, hoe kan dat? Oh, nee, mijn schip! Wat ga je doen? Oeh, ik ben echt nooit wat in de hand.
teammates. Hallo. Ik loop even met jou. Yeah. Komt hij aan met zijn hernia, man of war. Ja, je bent echt een man en ook geen war. Ik wil eventjes mijn rave halen, jongens. Dus nog 2 kills en dan heb ik mijn rave. En die wil ik eigenlijk best wel graag halen. Nou, ik wil eventjes te gaan. Niet kunnen even killen, maar wat gek van. Jongens. Zes dit wat met hoofd. Jongens, laatste kill vind ik altijd heel moeilijk om te maken. Ik wil. Cut the wave. Ja, kijk, dat doe ik. Links van mij, sniper. Ah, VMP daar links. Oh, kak. Hey bro, ik heb de wave. Hoppa. We zijn gecounterd, maar dat maakt niet uit. Mijn wave die gaat er wel lekker voor. Jongens, even concentreren. Ik zei dat het potje beter ging. En dat doen we ook aardig goed. Nou, we stonden 13-0. En dan zag je dat. En dan denk je echt zo van Floris. Maar joh, wat ben je. Ja, maar ik weet niet waar ze zitten. Ze hebben counter. Oh, je hebt een is mijn ding al uit? Ze hebben hem er nu al uitgeschoten, bro. Oh mijn god! Wat? Oké, dan kan je echt zeggen dat hun nu campers zijn. Uh-oh. Ik helemaal moeite doen voor die wave, weet je wel, te halen. Binnen 3 schoten en zo'n wave uit de lucht, man. Zo, dan was ik even pauw beschreef. Zo. Ik wil gewoon nog een 2 halen voor die gast. Gewoon om even te, gewoon even lekker uit te wrijven dat ik een wave kan halen. Tegen deze badgasten hier. Hè? Sham, Shea, Sham. Het zijn echte badjassen. Badjassen. Maar ik weet niet waar ze zitten meer. Ik keek net op de leaderboard en dan komt hij aan met zijn dikke KRM. Oh. Kak. Maar dit was even concentratie zo net, jongens. Dat is. Ben je bang van? Nee, rot op. Ja, ik weet nou niet meer waar ik moet gaan aimen. Ja, wat dan? En dan kom ik iemand tegen en dan is het altijd die KRM, dude. Ah, Floris. Ja, sorry hoor, maar... Wat? Nee, links van mij. Hou je bij. Nee, wat is hij met die... Kut. Met zijn stomme, dikke dildo op zijn mooie wapen. Word ik helemaal niet goed van. Nou, ik zat op een 13 streak, let's go. Oh. Hier, frek. Oh, klooi hoor. Links. Achter ons. Ja, ghost. Zo. Oké, okay, komt nog iemand binnen. Je rekt me net niet. Teammatje. Heb hem. Jongens, iemand gebruikt wel ghost. Onthoud. Ik heb een UAV erin gepompt. Uh-oh. En ze schieten weer dat ding uit de lucht, hè? Waar zit jij dan? Stomme... Want die gast, die kerel gebruikt ghost. Je ziet hem niet als hij aan het schieten is. Die kerel is compleet off the radar gewoon. Dat kan ik niet tegen. Gewoon een sneaky minifigger. Ja, en dan ben ik geflash. Ja, zie. Dan ben ik geflasht en dan kan ik weer nee van die stomme, dikke, gekke scheidgranaten. Zeg van een dikke... Oh. Ja, maar dan kan je ook... Maar we winnen in ieder geval wel voor deze bananen. Zo. Echt lekker, man. 23 om 8. Kunnen we de 30 nog halen? Ja, dat kan wel. Maar ja, dan wil ik weten waar de enemies zijn. Hier, ga eens even weg met ICR en dan... Hoe breng ik de camp hier? En dan met je dildo op je ding. Oh mijn god, teammates, hou eens even onze achterkant. Maar je moet nooit teammates vertrouwen, bro. Want die gasten zijn zo slecht als een dikke aardappel om ons... En dan ren ik dat ding in. Oh mijn god. Komt die kill aan met elkaar rem. Kill aan, bro. Oh mijn god, dubbel kill. Nee, oké, wacht. Dat gaat fout. Kijk dan!
ik dat. Kijk mijn fles, jongen. Ik... wat is dit voor een onzin, man. Nou, ik heb niet de final kill kennen, dat is dan weer jammer. Kijk, daar stond ik te knallen. Kijk, er kwamen gewoon 3 mensen aan, hè. Ik kan hem anders gewoon nog raken, die kerel die daar voor me staat. Maar oké. Okay. Als jullie dit weer leuk vonden, geef dan sowieso even like weer. Blijf ons 3. Als jullie dit vaak willen zien, laat het gewoon even weten in de comments. Anders upload ik dit vaker. Maar als jullie dit niet willen, upload ik dit natuurlijk weer minder. En ja, dan komt er weer Fortnite aan. Maar ja, de servers liggen onder, ja, liggen eruit. En jongens, kijk hier even... Oh nee, wacht. Dat kan je helaas niet meer zien. als je keek naar Stefan's embleem, weet je wel. Als je nou even 10 seconden weer terugspoelt. Kijk even naar zijn embleem. Super raar. Dus ja, als je dit in ieder geval leuk vindt, geef dan sowieso even een like. En dan zien wij jullie de volgende keer weer. Jongens, later.